Na 25 jaar zal Suriname weer participeren aan het Miss Universe gebeuren. De laatste Miss Universe Suriname is Serafia Nicoop geweest. 15 jonge dames maken zich op om Suriname om straks deel te nemen aan Miss Universe Suriname. En de winnares, zoals ik het daarnet aangaf, zal dus volgend jaar deelnemen aan Miss Universe. Pooja Chotkan zal dit jaar Suriname na 25 jaren vertegenwoordigen op het Miss Universe gebeuren. Ik zei het al, 15 jonge dames maken zich klaar voor de grote show in november. En wij van TBN Prime Alert, die hebben dan ook stuk voor stuk een interview gehad met de 15 jonge dames. Wij voeren nu vandaag naar het volgende interview. Mijn naam is Shannon Chotu. Ik ben 21 jaar oud, geboren op 16 september 2002. Ik ben een Bharatanatyam danseres al bijna 12 jaar. Ik doe daarnaast ook saxofoon bespelen, die doe ik al 2 jaar. Ik ben ook een sociaal mens. Ik hou me vaker ook bezig met sociale projecten die mijn moeder dus organiseert, zij dus RR. En ik ben ook een lid van organisaties zoals Stichting Juwado Suriname, Stichting All for One Suriname en Chitsana Foundation Suriname. Daarnaast ben ik ook vrijwillige, hoe zegt hij het, lid of bijdrage, doe ik een vrijwillige bijdrage bij Jaisur Carwash en zo'n projecten. En daarnaast ben ik ook gewoon bezig met verschillende activiteiten. Ja. En hoe zit het dan verder met je hobby's? Want je doet er wel heel veel. Ja. Maar heb je daarnaast nog andere hobby's, los van vrijwilligerswerk? Ja, ik hou van zwemmen. Dus altijd wanneer ik de kans krijg om te gaan zwemmen, dan zwem ik. En ik ben echt gewoon meer een stil. We hebben het apparecatie, hoor ik ervan om echt in dat water te blijven. Dans is ook een hobby, daarom vandaar dat ik dans. Ik hield ook een beetje van lezen, nu is dat een beetje minder geworden. Ik hou van wandelen en nieuwe plekken verkennen. Bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld opnemen. Hier is zo mooi en ik hou van dansen, dan ga ik altijd wel iets willen doen aan dans. Ja. Ja. En hoe zit het met je opleidingen? Goed. Dus ik heb ICT gedaan, maar vanwege omstandigheden is de... Dus de foundation waar ik dat deed, zijn ze dus gestopt daarmee. En ik wil piloot worden. Dus binnenkort, als alles goed zit, vanuit de schoolskant en mijn kant, dan begin ik dan met mijn pilootopleiding. Ja. En weet je wat mijn tweede vraag zou zijn? Mijn tweede vraag zou zijn, is dat je eerste misverkiezing waaraan je meedoet. Maar als mediaman weet ik dat dit niet jouw eerste is. Ja. Maar nu is het redirect, want dat las ik, wat je onlangs schreef. Het is dat je nu meedoet met Miss Universe Suriname. Ja, vertel de mensen, waarom heb je eerder meegedaan? Waarom ik eerder heb meegedaan? Dus ik heb ook zo een artikel geschreven op mijn social media. Eigenlijk ben ik ook in de pageant gekomen om mijn moeder. Ik had geen idee ervan wat het allemaal inhoudt. En toen ben ik ben toen gaan onderzoeken, ben kijken wat is een pageant en wat is het doel erachter. En mijn favoriete pageant was altijd Miss Universe, Miss World. Dus ik wilde altijd daar, daar komen. Maar ik heb het toen niet gehaald bij mijn eerste misverkiezing. Maar ik was getriggerd en ik was echt, ik had echt aangenomen van we gaan niet opgeven. Ik denk, ik wil daar belanden. Dus we gaan er naartoe werken. En ik wilde toen meedoen met Miss Tropical Beauties, maar ik was al te laat. Dus ik heb toen meegedaan met Miss India. En uiteindelijk heb ik meegedaan met Miss Tropical Beauties. Toen ik dus zag, bij Miss Tropical Beauties ben ik dus de second runner-up geworden. Maar toen ik dus zag dat dit eindelijk na 25 jaar gaat Suriname weer meedoen met Miss Universe, dacht ik van oké, het is dus tijd. Ik heb die ervaring, met mijn ervaring kan ik dus weer meedoen en we weten maar nu dat er allemaal uit de bus komt. Ja, dus toen de laatste Miss Suriname werd gekroond, was Sharon nog niet eens geboren? Nee, ik was nog niet eens geboren. Ik was nog niet eens geboren, maar ik ben echt gaan onderzoeken en ik volg ook elk jaar wanneer een Miss Universe wordt georganiseerd. Kijk ook naar die winnaressen, naar al die dames. En ik kijk ook naar wat zij allemaal doen. En bijvoorbeeld, ik heb ook een doel. Ik wil ook projecten organiseren. En ik weet dat ik dat heel goed ga bereiken met Miss Universe. Dus vandaar dat ik wil meedoen. Ja.
En je hebt er meegedaan met Miss Tropical, Miss India Suriname, maar je hebt ook internationaal mogen meedoen. Dat klopt ook. Ik heb vorig jaar heb ik dus Suriname mogen vertegenwoordigen in Guadeloupe bij de Miss Diwali verkiezing en ik ben daar op de derde plaats beland. Ja. En nu je dus bezig bent met de trainingen voor Miss Universe Suriname, merk je dat de vorige trainingen van de vorige pageants je toch wel heel veel helpen? Ja, het helpt wel heel veel om het om voor te bereiden daarnaartoe. De trainingen zijn toch nog hetzelfde, maar wel anders. Dit is weer veel strakker, dit is wel een ander niveau, want het is Miss Universe Suriname. Dus met mijn ervaring kan ik me ook veel beter voorbereiden. En dus eigenlijk, ik heb dat niet voor zomer, dus daarom gebruik ik het ook om me voor te bereiden op alle rondes en op alles. Ja. Shannon, waarvoor zal je dit platform gebruiken mocht jij Miss Universe Suriname worden? Waarvoor ik dit platform zal gebruiken is als eerste, ik ben een dierliefhebber en ik support ze ook gewoon algemeen. Dus ik zou graag projecten willen doen dat te maken hebben met het welzijn van dieren. En dan heb ik niet alleen bijvoorbeeld dieren in een dierenasiel, maar bijvoorbeeld die dieren die op straat gewoon ook zijn. Ik heb het ook al uitgeschreven zo'n beetje, ik verklap het hierbij. Dus ik wil iets daar voor hun doen. Daarnaast wil ik ook projecten doen die gerelateerd zijn met vrouwen en gewoon met het volk. Maar dan heb ik het niet over projecten waar ik misschien ga motiveren of ik ga iets uitdelen of ik ga schoonmaken. Maar echt iets dat gaat bijdragen aan hun ontwikkeling die zij dus verder kunnen gebruiken. Dus er gaat een tijdje komen waar ik het meer ga verklappen, maar voor nu hou ik het even bij mezelf. Mocht jij Sharon Chotu Suriname vertegenwoordigen tijdens Miss Universe 2025, wat zal jij, wanneer je daar bent, wat zal jij over Suriname vertellen als dat aan jou wordt gevraagd? Ik ga gewoon alles vertellen die ik ken. Dus ik hou van mijn land en ik weet waarvoor Suriname staat, is multicultureel, we zijn echt gewoon rijk aan bos. En ik ga dit alles gebruiken daar. So, want ik vind nog steeds, omdat ik het heb gezien, er zijn landen waar er verschillende volken wonen. Maar toch nog zijn wij heel uniek op dat gebied. We zijn echt gewoon bij elkaar. Dat vind ik. We hebben wel de eenheid in ons land. En als ik daar ben, ga ik dus ervoor zorgen dat ik mensen duidelijk maak wat Suriname is. Hoe multicultureel we zijn en hoe wij dus eigenlijk wat wij daarmee kunnen bereiken. We zijn een goed voorbeeld als land voor andere landen. Hoe wij andere mensen hun verschillen, hun geloven en zo moeten accepteren. Dus ik ga dat gewoon sowieso vertellen en kenbaar maken met mezelf. Ja. Het zijn een paar dingen die je nog geheim wil houden. Of dat wil je nog niet vertellen wat je wilt doen, Shannon. Maar gedurende je jaar als Miss Suriname, wat voor mooie dingen zou je nog willen doen? Laat me dit ook doorgeven. Ik ben zo nu ook op dit moment nog steeds de Miss Suriname Pantry Social Media. En ik zou natuurlijk mensen ook nog willen motiveren en inspireren door social media. Tegenwoordig is social media zo groot dat als je een video post als vuur verspreid raakt. Dus ik zou ervoor zorgen dat ik met mijn daden en met mijn doelen en alles wat ik doe, maakt nooit waar. En zolang het op social media dus gaat, dat ik mensen kan inspireren en motiveren om iets goeds van hun leven te maken. Want iedereen heeft, hoe zegt hij het, je hebt slechte tijden, je hebt goede tijden, je hebt ups en downs. En soms heb je echt die extra motivatie nodig van, oké, we kunnen het, we gaan nog één keer meedoen. En ik zie mezelf als dat, want ik ken ook andere mensen die bijvoorbeeld één keer hebben meegedaan met een Miss Pageant. En ze hebben dan niet meer meegedaan. En ik weet dat bepaalde mensen me ook nog als die inspiratie zien van, oké, ze geeft niet op. Dus daarom ben ik ook vandaag hier als inspiratie voor hun en gewoon niet alleen voor mezelf, maar ook voor hun dat ik meedoe. Wat zie jij, Shannon, als de voordelen om pas over een jaar Suriname te mogen vertegenwoordigen bij Miss Universe? De voordelen zijn dat ik me extra goed ga kunnen voorbereiden. Niet alleen op de catwalk,
maar ook op de speaking skills. Stel je voor, Suriname is groot en we hebben zoveel te weten over Suriname. Is nooit minder, er is altijd meer. Dus om mezelf goed voor te bereiden op wat ik allemaal daar ga zeggen. Er kan misschien iets zijn dat ik nog steeds niet weet over Suriname. Bijvoorbeeld een positief ding dat we zouden kunnen gebruiken om Suriname vooruit te brengen. Dus ik ga echt daaraan werken, aan mijn catwalk, aan mijn speaking skills, aan mijn informatie van Suriname. En me gewoon goed voorbereiden dat wanneer ik daar ga, dat ze weten wel oké, mijn Suriname is gekomen. En hoe zit het met goede doelen gedurende dat jaar? Hoe bedoelt u? Goede doelen, projecten. Sociale projecten. Yeah. Het is er sowieso erbij, want in mijn jaar ga ik mijn doelen dus uitwerken in Suriname. Zodat wanneer ik daar ben, dat ik met die doelen dus internationaal kan gaan. Ja. Shannon, wat dan zeer actueel is, ook binnen het misgebeuren wereldwijd, is mental health. Ja? Hoe kijk jij naar mental health en wat is het beste advies dat je iemand zou kunnen geven in zaken mental health? Voor mij, wat ik versta onder mental health is echt wat je allemaal ziet en wat je allemaal denkt. Dat is wat ik zei, stel je voor iemand heeft meegedaan met iets en ze heeft het niet gehaald. Dus ze gaat denken van oké, nee, dus ik ben niet goed, ze heeft beter gedaan en ik ga liever niet meer meedoen. Wat ik eigenlijk zou willen meegeven is, hou eerst van jezelf. Waarom ik dat zeg, dus als je van jezelf houdt, dan ga je weten dat jij niet meer of minder bent dan een ander. We zijn allemaal gelijk en we moeten onszelf ook gelijk zien met een ieder. Dus je bent niet minder of minder dan een ander, dus je gaat weer ervoor. Je gaat weer proberen en je gaat nooit opgeven. Geef nooit op, want uiteindelijk, ze zeggen, er is een gezegde. The universe will listen to a stubborn heart. So, hoe meer je geeft, hoe meer je probeert, er gaat een dagje komen waar je het gaat bereiken. En dan moet je aan jezelf gaan werken. Je moet je van jezelf houden in de zin van, laat jezelf niet vallen of verwaarlozen. Dat je gaat denken aan dingen die bijvoorbeeld een negatieve invloed voor jou zullen hebben. Maar ga dus steeds positief. Probeer uit alles een positieve eruit te halen. Zodat we dan verder kunnen gaan. Je mental health gewoon stabiel blijft. En je verder kan gaan daarmee. Heel mooi, Sharon Choto. Dank je wel. En heel veel succes voor Miss Universe Suriname. Dank je wel.